Ja, welkom allemaal weer een nieuwe aflevering van dit show. En van deze keer ga ik proberen een 32 inch LG TV te repareren. Wat is het probleem? De upgrade gaat niet aan. Dat wil zeggen, de verrichting die achter de LCD scherm zit, die geeft normaal gesproken verrichting. Ik zet de TV aan, het lampje gaat branden. We zien heel vaag in beeld LG. En als ik nu met een zaklamp op schijn, zie ik hier wel wat in beeld. Dus het scherm doet het wel. Maar je kan er dus zonder extra verrichting eigenlijk nagenoeg niks meer op zien. Nou, we gaan hem eens even de kaart halen om te kijken wat het probleem kan wezen. Want nu zien we hier wel iets in beeld. Ik weet niet of de camera toevallig zichtbaar is. Ik zou zeggen, begin altijd met het verwijderen van de stekker. Nou, ik raad altijd aan, als je aan de tv gaat werken, leg hem op een zachte ondergrond. In dit geval heb ik hem op mijn bed liggen. Ik ga mijn bed zo direct toch verschonen. Dus als hij smerig wordt, maakt niet uit. En draai hem om. Verwijderen even de stekker achteruit de tv. Het snoer kan er in dit geval uit. Ik heb al even een setje schroevendraaiers gepakt. Meestal heb ik niet veel meer nodig dan gewoon een kruiskop. Nou, in dit geval ga ik toch eerst even de voet verwijderen. Dan komt de tv in dit geval wat vlakker te liggen. Nou, soms kan het nodig zijn om met een platte schroevendraaier iets hem eruit te frikken. Aangezien hier van die tapjes zitten, zoals jullie wel kunnen zien. En het zit natuurlijk al jaren op zijn plek. Kijk, hieronder zitten namelijk ook schroeven die je nodig hebt om de behuizing uit elkaar te halen. Ik raad aan, als je, ondanks dat je de stekker eruit hebt getrokken, toch een aantal keer op de aan-uitknop te drukken. Waarom? Als er eventueel nog wat restspanning in zit, gaat dat meestal eruit. Nou, nu is het gewoon een kwestie van alle schroeven die je ziet rondom de tv te verwijderen. Hieronder zien we niks, dus er zitten waarschijnlijk gewoon kripjes. Hier zitten busjes, maar die gaan door de kap. Dus ik neem aan dat die kunnen blijven zitten. Kijk, zoals hier ter hoogte van de skart zit ook nog een schroef. Oh, de achterkant van de kap komt al mooi omhoog. Nu is het eigenlijk een kwestie van goed kijken of je alle schroeven gehad hebt. Niks over het hoofd gezien. Geen schroeven onder. Eventueel stickers of iets dergelijks. Nee, ik zie verder niks zitten. Nou, de onderkant zit al redelijk los. Zoals ik al zei, kijk goed of je alle schroeven hebt gehad. Ik miste er dus één. Zo, daar komt de. Kap. Nou, zoals jullie zien, we hebben hem. Ja, zoals je al kunt zien, dit is zeg maar een ander soort kunststof. Dit is zeg maar het oog van de afstandsbediening en het rampje van aan en uit. Dat je kan zien dat de tv normaal gesproken aan is. Dit soort dingen is altijd erg kwetsbaar. Die stekkerverbindingen die hier zitten, ook. Je kan hier heel voorzichtig een tapje indrukken. En de stekker verwijderen. Maar dit is echt ontzettend oppassen dat het niks afbreekt. Iets indrukken. Ik zie al, de tv ligt nog in een rand. Deze rand kan eruit. Het allermoeilijkste om deze zwarte kap eraf te halen. Voorfront. Hier zitten weerhaken. Zoals jullie zien hier. En aan de zijkant. We hebben het eraf. Als we nu kijken, zitten hier nog schroeven rondom. Die moeten er nu uit. In dit geval draai ik het hele toestel er maar even om. Hier zitten ook weer van die schroeven. Hier is een heel strak tapeje. Komt ook deze kant eraf. Het is heel belangrijk dat dit straks ook weer in de exacte volgorde erop gaat. Je hebt zeg maar brede kant is onder, smalle kant is boven. Nou, links en rechts, dat wijst zich vanzelf. Hier een ribbonkabel zitten. Die heb ik even losgehaald. Ja, de ribbonkabel moet je even heel voorzichtig met iets van een pincet of zo loshalen. Past er heel erg voor op dat je de kabel niet beschadigt. Kun je deze omklappen. Voorzichtig. Doe dit met beleid, want het zit in kunststof kripjes, dat het niet breekt.
je heel voorzichtig opkrappen. Dan kun je zeg maar al het hele scherm er zo uitpakken. Echt, hier hebben we veilige plek. Er is niks mee gebeurd. Nu zie je hier een aantal lagen en je hebt nog een kunststof ring. Deze moet er nog weer af. Er zitten ook heel veel clipjes in, dus ook heel gedoe. Maar nu heb je zeg maar wel een scherm waar je niet zo bang van hoeft te zijn dat de beeldbuis kapot gaat, want die ligt al opzij. Nu kun je deze eraf halen. Onthoud ook goed hoe die gezeten heeft. Hier zit een beetje dikkere rand, die moet naar de muur in mijn geval. Dus ik zet hem ook weer even zo. Dat ik hem zo om kan draaien. Nu heb je een aantal van deze gelamineerde platen. Pak die op. In dezelfde volgorde zit hij zo min mogelijk aan. Leg het even opzij. Zoals ik het in mijn geval kan doen. Nou, nu zien we al. Er zijn drie rijen van de backlight. Een verlichting die dus zeg maar je beeldbuis verlicht. Die dus niet meer werkt bij deze tv. Ja, dit is gewoon een soort kartonnetje. Ik heb ook een beetje mangel. Waarom doe ik dit? Deze tv is 9 jaar oud. Als ik deze breek, heb je weer een probleem om in elkaar te zetten. Hoe kun je nou testen of de tv wel stroom voorziet op deze punten? Je pakt een multimeter. Dan steek je vervolgens de stekker in de stopcontact van de tv. Zit verder nergens aan. Eigen risico. Ik ben niet verantwoordelijk als je schok krijgt. Pak de multimeter. Je pakt dus de multimeter. Zet je op 200 volt voor de duidelijkheid. Je ziet rood en zwart. Nou, zwart is de min. Kijk, 38 volt, 28 volt, 18 volt. Nou, dat is normaal. Dit wil eigenlijk zeggen. En rood is uiteraard plus. Dezelfde correspondatie met de draden van de multimeter. Nou, we zien nu 35. Zagen we even in het scherm. Dat wil zeggen dat de tv stuurt de bedrading aan. Backlight. Ja, dit is even het scenario als de verlichting in serie zit. Dan zie je hier twee draden uit de tv komen. Dat wil zeggen, als je één van de stekkers loskoppelt, doet niks meer van de backlight. In dit geval, als je wilt doormeten of de tv stroom levert, koppel je deze stekker los, dan koppel je die stekker los. In dit geval doe je de eerste witte draad meten en de laatste zwarte draad meten, zeg maar de plus en de min. Je zet de multimeter op 200 volt, gelijkspanning, dan komt er een waarde uit. De waarde is niet zo heel belangrijk, hangt een beetje van de verlichting af, maar als er maar een waarde uitkomt. Als er namelijk geen waarde uitkomt, geeft de tv simpelweg geen stroom. Dat wil niet zeggen dat de backlight in dat geval defect is. Dan is er mogelijk iets mis met een printplaat of een elko of iets anders. Nou, het is maar even een tip, dus hou dat eventjes in het achterhoofd voor de diagnose. Dit is dus even het scenario dat de tv parallel geschakeld is voor de backlight. We zien hier de bedrading uit de tv komen. We stellen de multimeter in op 200 volt gelijkspanning. In dit geval kun je per stekkertje meten. Je hoeft er in principe maar één te hebben, maar stel je voor dat er een los contact zou zitten. Dan kan het zijn dat er bijvoorbeeld, deze tv had 5 red strips, dat er 4 doen en eentje niet. In dit geval is in parallel, maakt het niet uit als er één strip kapot is, dan zou de rest door moeten gaan. In het andere scenario, wat ik net liet zien, van serie, dan valt er één uit, doet niks het meer. Dus eigenlijk is parallel in zekere zin beter dan serie. Maar het is maar net hoe de tv is samengesteld. Even het achterhoofd te houden, er komen alle draden die individueel naar alle verrichting van de backlight gaan uit de tv. Dan is het dus in parallel. Komt er hier maar 2 draden uit en worden die door de lampen verdeeld, dan is het een serie. Dus zo kun je het heel makkelijk herkennen. Nou, nu is het een kwestie van deze
eruit te halen en vervangen. Deze zitten met dubbelzijdig tape vast. En je kunt het dus zo uittrekken. Ja, de verlichting zit in serie. Dat wil zeggen dat alle drie de stekkers met elkaar verbonden zijn. En als je één lamp onderbroken hebt, dan doet hij het niet. Doet niks het. Dat is een beetje vergelijking met de mensen die wel de oudere kerstverlichting kennen. Je draaide vroeger één lampje los, ging de hele kerstboom uit. Ja, zo zit dus ook de Black Ride in serie. Is de één redstrip kapot, werkt niks. Vandaar dat je ook eigenlijk altijd in paren van drie of hoe ze zitten moeten vervangen. Ja, sommige zitten parallel, dan maakt het op zich niet zoveel uit. Maar deze zit dus in serie. Dus je moet of met een pincet of met een kleine schroevendraaier heel voorzichtig die connector los zien te koppelen. Ja, ik heb het ontdekt dat het makkelijkste is om de connector los te koppelen. Je nagel hier, je nagel daar. En dan heb je hem al. Hatsafrats. Nou, verder is het simpelweg. De ledstrip is in dit geval gerijmd. Dus die kun je er zo uittrekken. Eventueel met een schroevendraaitje iets onder frikken. Van de rand beginnen. Kijk. Als je eenmaal een beginnetje hebt, trek je ze er zo uit. Misschien een veiligheidsbril aanbevolen. Want, ik zal even pakken. Deze lensjes, die vliegen je om de oren. Letterlijk. Ja. Ja, waar je wel altijd even heel goed op moet letten als je nieuwe bestelt. Of het ook hetzelfde is. Nou, in dit geval stond er op de 1 A1, op de andere A2. En we hadden geloof ik 2 keer A. Ik zal even nieuwe uitpakken. Ja, we hadden 2 keer A1, zoals jullie kunnen zien. En 1 keer A2. Hou de volgorde dus ook hetzelfde. Ik heb even mijn video stopgezet om even voor de zekerheid na te kijken. Je hebt A1, je hebt A2. Je hebt twee keer over A1. A1 zit aan de buitenzijde. En A2 komt het midden. Omdat er in dit geval drie rijen kruid zitten. Toch even geverifieerd of het er goed zat. Dit zijn de nieuwe. Kom ook weer met dubbelzijdig plakband vast. Zorg er wel voor dat de connector aan de juiste kant komt. Lijkt me logisch, maar ik had maar één keer vastplakken. En vast is vast. Je hebt hier van die nokjes zitten. Dat geleidt hem eigenlijk naar zijn positie. Dus zo moet hij ongeveer komen. Hier met de connector ietsjes van de kant af. Nou, zo ga ik ze weer even vastzetten. Nou, het is een kwestie van als hij zit, gewoon even aandrukken. Pas wel even op. Deze kapjes, een soort lenzen, die breken heel snel af. Dan was dat bij de oude natuurlijk geen probleem. Maar je moet dus gewoon tussen doordrukken. Maar frik je niet aan, want dan is het kapot. Nou, dit is A1. Hier komt A2. En hier komt A1. Nou, dat ga ik even doen. De stripjes heb geplaatst. Is het een kwestie van de stekkertjes weer erin klikken. Dat kan maar op ene manier. Nou, dan gaan we even stroom op de tv zetten om Black Ride het weer doet. Nou, succes zoals jullie kunnen zien. Doet Black Ride het weer. Ik trek even de stekker eruit. En ga hem weer afmonteren. Op de camera zie je hem beeld flikkeren. In het echt zie je het niet. Dat heeft weer met de refresh rate te maken. Mijn camera is 50 beelden. Deze tv is 60 beelden. Dus. Nou, succes. We weten nu dat de rampen doen. We kunnen hem afbouwen. Ja, ik was wat vergeten. Namelijk deze. Heel belangrijk. Die verdeelt het licht. Want de wit weer kaatst. En u raadt het al. Rondom heb je overal van die uitsparingen. Waar die netjes invalt. Nou, we hebben dit pakketje. Dat moet je als een pakketje houden. Dat zijn gelamineerde platen en alles. De hardste plaat, die moet onder. Die moet zeg maar zo.
Zorg ook dat al deze platen zo schoon mogelijk blijven. Ik haal er even een Swiffer overheen. Wordt niet gesponsord of zo. Ik weet ook niet of dat de beste methode is in dit geval, maar het gaat wel lekker snel. Ja, nu kun je hem weer in elkaar zetten. Deze moet onder. Nou, dat is een kwestie van erin leggen. Het klikt heel makkelijk weer in elkaar. Ja, als je zeker weet dat dit weer goed zit, dan kan het echte scherm op zijn plekje. Het zwarte gedeelte van het scherm is namelijk waar je door kijkt. Dit is alleen maar richtverdeling en backlight. Achtergrondverlichting. Het scherm gaat in dit geval er voorzichtig weer in. Wees hier ook heel voorzichtig op, met vooral langs de randen, want het scherm is bij het minste of geringste gebroken, gebarsten. En dan is je scherm kapot. Nee, al je werk voor niks. Dus neem je even rustig de tijd om goed te kijken. Dat je zeker weet dat het goed zit. Ja, nu zei ik het allerbelangrijkste. De ribbonkabel die hier zit, die moet je weer monteren. Schuif je er zo in. Krap je deze om. Ja, nu moet je even de stalen randen monteren. En dan gaan we eerst even de tv uittesten of die het ook doet voordat we verder gaan. Anders blijf je bezig. Dan komt deze. Deze hebben namelijk allemaal een bescherming van binnen. Dat het scherm niet beschadigt. Ja, ik heb even de buitenrijzing zo ver mogelijk weer in elkaar gezet. Om even te testen of het scherm het nu ook weer gaat doen. Is even de vraag of de ribbonkabel goed zit. Ja, hij doet het. Nou, zoals jullie kunnen zien, doet de tv het weer. Ik heb even de refresh rate van mijn camera iets aangepast. Zodat het beeld niet frikkert op de camera. In het echte leven zie je dat niet. Maar zo ziet het er dus uit. Nou, ik ga hem verder afbouwen. Ziet er veelbelovend uit. Ik had het oog alweer gemonteerd qua bedrading. Hier zit het stekkertje. En dan is deze box zo'n plekje. Nou, nu we vast hebben gesteld dat de tv het weer doet, alle stekkerverbindingen zitten weer aangesloten, kan de kap er op zijn plek. Zoals jullie kunnen zien doet de tv het weer. Ik heb even mijn laptop eraan gehangen. Nou, speelt video af. Audio doet het trouwens ook. Ja, de tv is weer te gebruiken. Dus dit was weer een succesvolle reparatie. Ondertussen is mijn oude jongen op de achtergrond. Ja, en dat was weer een succesvolle reparatie. Als je meer van mij wil zien, doe dan een duimpje omhoog. Als je denkt, dat is helemaal niks, doe een duimpje naar beneden. Of abonneer op mijn kanaal, dus dat is gratis. En zet het belletje aan als je niks van mij wil missen. Zo gauw als ik dan een video upload, krijg je een berichtje. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.